hartslagapparaat uitgevouwen kan worden. Voor mij mag ik de kring iets kleiner maken, maar dat moet je zelf bekijken. Die is echt degelijk opgehangen. Er zijn goede, zware gasnemers aan gemonteerd. De binnenwand is helemaal bekleed. Dat aangevoerd wordt. Dus daar krijg je echt een isoleerde laag lucht. Krijg je daar continu langs die tank op te lopen. Vandaar dat ik niet zo bang ben. En van de zomer heeft zich dat ook bewezen bij het prototype van Haxa. Dat we voor de temperatuur niet bang hoeven te zijn. Op deze hoogte kan ik iets gemakkelijker een gereedschapkist erin plaatsen. Let even op de details. Ook hier een klein cilindertje eraan. Maakt het geheel nog wat mooier. Hier zie je de spanpoelie van de hoofdpowerband. Is aan weerszijden aan het frame vastgemaakt. Hier zien we de cilinder die met 25 bar druk de powerband spant. Hier aan de motor een pomp voor de besturing, een pomp voor de bedieningshydrauliek, of voor de blaas, voor de bedieningshydrauliek. En dit is dat lage drukpompje. Die powerband met grote kracht gaat naar voren, deze gaat naar achter. Ook hier ontbreekt nu een spanpoelie. Minder onderdeel. Hier zit een zware veer in, die kun je afstellen zodat die powerband altijd goed gespand is. De motor, dat is de bekende Mercedes motor, zoals we die al langer in ons programma hadden, van vroeger de 6600. Wanneer we verder lopen, het design is ook helemaal wat aangepast. Dan zien we hier de bekende waterkoeler. Voor de 7800 wordt hier dan wat ruimte gecreëerd dat daar ook die grote radiateur in kan. Je hoeft dus niet meer zo'n standaard achterlamp. Er zijn 2,5 lampen zitten erin. Hier aan de buiten, die lamp staat er ook al, maar daar zitten nu ook 2,5 in het schijfwerk te zien. De pijp, die uitwerpklep, die is wat veranderd. Die is wat langer geworden. Zodat je de straal nog beter kunt richten. En ook de hele kromming van de pijp is wat veranderd. We hebben dit jaar verschillende pijpen uitgeprobeerd. Onwaarschijnlijk lijken ze allemaal hetzelfde. In de praktijk zit er toch wat verandering in met hoe ze. De omkeerbare ventilator. En dan zien we hier bijvoorbeeld kun je een van die silent locks kun je zien van die motor. Daar zitten deze drie bedieningsfuncties op. Hier staat het schemaatje waar alles voor liep. En hier zie je de bedieningsfuncties allemaal met de hand te bedienen. En hier kun je dan voor de remote van achter enkel of dubbel werkend vertiel opzetten. De accu's zitten ook op de hoogte, dat je ze er nog een keer in kunt krijgen. Ook op zich gaat achteruit lopen. De slijpas komt op te messen. En als die 100 bar druk heeft, weerstand heeft in die oliemotor, op dat punt stopt die spindelmotor en dan gaat hij stijgen. Dan kun je het teermes stellen, links en rechts. Dan kun je er naartoe drukken, of het dan afdrukt, links en rechts, totdat je aan wordt lopen. Voor links de bar en voor rechts de bar. Hier kunnen we. Sorry, ik heb het verkeerd. Dit is voor teermis afstand. En op dit moment gaat alleen de kooi achteruit draaien. Deze staat er ook wel een beetje boven bij. Deze zorgt ervoor dat hij automatisch gaat slijpen. Wanneer we deze indrukken, dan gaat alleen de slijpbals draaien. En dan kun je die zeescherm erin zetten. En dan kun je die slijpbals met de hand naar beneden of naar boven doen, zodat je de zeer kunt vlakken. Dan hebben we hier de functie aggregaat heffen en zakken. En dit is dan dubbelwerkend. Die voorcilinders gebruiken voor het intrekken van de bron ook uitlopen. Dat zit nu standaard aan vast.
grootste kleur is de vals. Die zie je, die is dus naar beneden gezogen, zelden. En hier kunnen we mooi die wegenboog zien. Nou, die onderste vals is gewoon zo hier naar daar. En dat is groefje erop. Dus je zit met een sleuf vast, dus nu moet je alleen aan de onderkant met die schroef vast draaien. De bovenkant is geborgd. En moet je normaal gesproken niet aan draaien, maar nu heb je altijd op de exacte hoogte heeft gedaan. Mocht als een keer wat vol loopt, kun je dat nu met twee schroeven, kun je hieronder kun je een klapje losgooien en dan kun je het dan bij de kleur zoals gaan. Hier is de tijd bij je hand, dan gaan ze het Thank you.
mogelijk hopelijk dat ze dat niet zien. Ik stel voor dat iedereen nu gewoon zelf even de machine gaat bekijken. Stap even in de cabine. Heeft u vragen aan mij of aan de mensen van Mengeling? Overwater kijken, daar is voor. Ja, daar heb ik nu. Met 30,5, 32 water zitten we net op 3 meter. Binnen de 3 meter. Dus we moeten zo opbrengen. De rotant onderwater, daar is ook dat had al iets voor 33. Er zit nu een nieuw wisselvreemd om voor te kiezen. Nu zijn ze snel uithalen. Ten opzichte van vorig jaar is ook geweest dat we twee typen messen hebben met een lange, gelijkmatige snering. Er zitten nu 35 messen in het bedrijf. De stand van de veren van de beveiliging zijn nu meer horizontaal geworden. Dat heeft als grote voordeel wanneer er nu wat troep, wat rotzooi, fijn glas, glijdeeltjes, dat komt nu niet meer tussen de veren te zitten. Gaat tussen messen, valt naar beneden toe weg. Deze messenframe zit nu vanaf bouw, rij 3 neer, komt dat standaard op de messen. De rotor heeft een kleine verandering ondergaan. Er zijn hier tussen de kammen, zijn er hoogkapessen. Maar dat gaat gedaan. Brede vingers, ga bij een willekeurige concurrent die van de smalle vingers heeft. Tel al die vingertjes bij elkaar op de breedte. Als je dat bij ons doet, kom je op 90 centimeter ondersteunend oppervlak dat het gewas omhoog moet sturen. Doe dat bij een beetje bij de groen, daar ruik bijvoorbeeld. Dan kom je op 90 van die vingers heen. Voor de rest is het hier ziet u de bovenbouw opgeklapt. Daar ziet u een 7,38. Daar is de bovenbouw afgeklapt voor de Wildenberg. Dan lopen we ook nog even naar de meststrooi, of de compoststrooi, de universele strooi. Dit is een 16 ton zwaar en dan kun je compost, kalk, kippenmest, zelfs nog enigszins wat dunnere mest, alles kunnen we transporteren.